Een nieuwe voetgangersbrug over het Muttensloopkanaal is gisteren in gebruik genomen. Deze nieuwe brug is gefinancierd door Staatsoliemaatschappij Suriname NV. De brug vervangt de oude, onveilige constructie en verbindt belangrijke straten in de goede verwachting. Dit project van 3 miljoen SRD, uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, biedt dagelijkse veiligheid en gemak aan buurtbewoners, waaronder scholieren. Staatsolie benadrukt hiermee zijn betrokkenheid bij de gemeenschap en het ondersteunen van essentiële voorzieningen. Het aantal mensen met diabetes mellitus blijft wereldwijd en in Suriname toenemen, wat ernstige gevolgen heeft. Tijdens een lezing op Werelddiabetesdag 2024 in het AZP werd aandacht besteed aan het thema diabetes en welzijn, met nadruk op zowel lichamelijke als mentale gezondheid. Sprekers wezen op de impact van diabetes, het belang van preventie en een gezonde levensstijl. Het doel van de lezing was om bewustwording over diabetes mellitus te creëren en concrete acties te stimuleren voor betere zorg en preventie in Suriname. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 16 tot 29 oktober 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 29 SRD en 15 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 35 SRD en 30 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.